willen twee tikken in een week. Eens kijken hoe dat verwerkt wordt hier in de wedstrijd tegen Utrecht. Dat er wat prettiger voor staat na een week waarin het doorbekert. Wat ook wel moest aan de stand verplichten. Stedoco 5-0. Je ziet de namen van Utrecht aan u voorbij gaan. Met Silla, Ramselaar, Boussaïd. En dan Doefikas, je kunt ook een 4-3-3 met de punt naar voren zetten. Dan heb je ongeveer hetzelfde. Met Timber en Maher als controleurs. En dan Van der Marel, Van der Hoorn, Jansen en Warmerdam achterin. En Paas de doelman. Van Boekel de scheidsrechter. En dus nog altijd natte Utrecht. Vet, grim. Een slechte week achter de rug. Keun, Jensen, Bergström en Owusu zijn de mannen achterin. Bergström gehuurd van Utrecht. Wellenreuter is de doelman, dat zag u. Sadiki, Svensson in plaats van Saglan. En Jong en voorin Keulert, Riet en Nunnely. Nummer 4 Utrecht tegen de nummer 6 Willem II. Het verschil is 2 punten. Gezellig vol is het in Utrecht. Al waar het weer definitief afscheid heeft genomen van welke sprankje lichtgetinte zomerherfst. Het is echt volop herfst vandaag. Keulert. Keulert, behendig, binnendoor. En dat levert eerst een schietkans op. Maar niet als je daar zoveel tijd voor nodig hebt. Keun was mee. En zet die bal aardig voor. Keun is daar nog. En nog een keer. Derde Keun probeert het dan zelf. Was dat helemaal de bedoeling? Niet de beste uitverdedigd. En dan Keun die uithaalt. Maar hij verrast Paas niet. Bal draait weg. Is voor Wellenreuter die snel wilde. Nunnely wijst. Paas heeft daarop gerekend. En moet al zwevend die bal daar wegwerken. Dat loopt allemaal maar net goed. Boussaïd. Warmerdam. Timber. Nu is er wat ruimte. En dan Silla die de bal nu wel binnenhoudt. Overstapje slim. Dan komt Ramselaar in de rebound. En dan ramt hij hem binnen. Hij zet hem op en hij maakt hem af. In de 10e minuut is het 1-0 voor Utrecht. Kijk hier, Ramselaar zelf. Silla en let ook op Boussaïd die hier overstapt. En dan komt hij uiteindelijk. Via Doefikas. Bij Ramselaar terecht. Hier de verdediging van Willem II. Verrast. Door het overstappen. En hij schiet onverbiddelijk binnen. Ramselaar, Silla. Die twee vonden elkaar al eerder. Dat leidde toen tot een doelpunt. En dat kan nu weer als Ramselaar afdrukt. En dat lukt dit keer dan net niet. Appel voor van alles en nog wat. Utrecht dicht bij de tweede. Van de Hoor. Warmerdam in de fout. Bij Svensson. Kan het herstellen. Silla, goed gedaan. Meegelopen weer Ramselaar. Weer gekeken en weer geschoten. Het is geen kopie, want dit is een verbeterde versie van de 1-0. Nog fraaier binnengeschoten. Bart Ramselaar, 2-0 Utrecht. Weer komt het vanaf de rechterkant. Nu gaat Willem II daar in de fout. Dit is wel een hele goede uithaal van Ramselaar. Die ziet dat Wellenreuter deze hoek
vrij laat. Zilla met Keun. Ja, nu zou het kunnen. Nunnally moet de bal nog even bij zich houden. Nu geven aan Vriet. Vriet moet hij wel scoren. En dat doet Vriet. Eén kans, één goal. Dat is zeer effectief. Willem II terug in de wedstrijd. Precies het doelpunt wat ze kunnen maken. Daar zijn ze zo scherp op. Ze zijn snel. Maher is de bal kwijt. Dat is slordig. En hij gaat in de achtervolging zonder echt in de achtervolging te gaan. Want Nunnally heeft geen last van hem. En Vriet houdt de bal buiten bereik van Jans. Maar binnen bereik van het doel. En dat doet hij dan dus eigenlijk erg goed. Hier overtuigend gekopt door Ulrik Jensen de Noor. Dat ziet er niet echt lekker uit. Heren ter Avest is de vervanger voor Mike van der Hoorn. Een situatie als deze kun je en moet je voorzichtig zijn. Kijk hoe het water danst. Nunnally. Het is een tijd terug. Hij komt ver en hij raakt de paal. Dat is de eerste keer, Sadiki. Dat hij laat zien. Nee, Keun was het, sorry. Met Svensson in de rebound. Goeie solo. En dan al glijdend. De bal op de paal. Daar ontsnapt Utrecht aan de gelijkmaak. Trouwens. Warmerdam. Goeie paas van Maher. Warmerdam, hard en laag. Ramselaar. Ja, Ramselaar. De karambol, dan zit het mee. Dan zit het mee en dan heb je een hattrick. Ja, ja. Een hattrick en een karambol in één. Bart Ramselaar. Verdubbeld. Dat is een score van dit seizoen. En geeft Utrecht lucht. Ze leken het aardig onder controle te hebben. Een gevaar Ramselaar in de tweede helft. Maar daar is hij dan toch weer. Warmerdam. Ramselaar die mag aannemen. Mag kijken en mag draaien. En dan heeft hij ook het geluk. Dat het schot van dichtbij van richting wordt veranderd. Let op. Ramselaar viert het. En Ramselaar gaat hem krijgen. Maher. Hield daar goed Vriet van zich af. En dan kan Utrecht door hier aan deze kant. Doevikas komt hier een keer tot een schot. Ja, nou kijk eens. Daar ook wel een plas. Silla eruit. Timber eruit. Malai. En van overheen. Veld raakt meer en meer verzadigd. Wordt steeds lastiger om dat te bespelen. Even kijken of een van de twee daar nog voor of nadeel van heeft. Ramselaar al drie gemaakt. Eentje met hulp van. En deze zweeft prachtig binnen. Utrecht op 4-1. Ja, dat is een mooie binnenkomen. Mo Malai.
speler van Jong Utrecht. Die steeds vaker bij de selectie wordt gehaald. En hier die minuten die hij krijgt vertaald in een pracht van een tref. Want dat is het zeker. Van der Streek kon net niet bij de bal. Maar het wordt opgelost voor hem door Maher. En die heeft er natuurlijk zin in, Malai. Nog een keer zelf, nee. Dit is ook geen slechte keuze. Dan gaat hij uiteindelijk over. Is de doeltrap. Utrecht dicht bij een vijfde. Van der Streek is het niet gelukt om die bal binnen te werken. Komt er nog een vijfde? Ja, die gaat er komen. Daar is hij. Hij moest er alleen nog even in. Maar van overeem lukt het. Het is wat geflatteerd in het nadeel van Willem II. Hoewel dat de natte handdoek al wel een kwartier geleden gegooid heeft. Niemand daar meer in de buurt, dus kan van overeem de bal aannemen. En hem rustig controleren. Naar die goede voorbereidende actie van Remco Balk. Kan nog meer komen. Want er is nog een minuut te spelen. En nog steeds kan het. Balk. Die met de hand geraakt nog, denk ik, door Welleroyter. Dan zegt Van Boekel nu, het is wel gedaan, het is wel mooi zo. Uiteindelijk wint Utrecht. Met grote cijfers, tikje geflatteerd, maar wel dik verdiend.